Yo, what's up kijkers van het kanaal van Danaden. Welkom terug bij weer een nieuwe video van mij. Vandaag spelen we weer The Last of Us. Dit is part, eventjes denken, 9 alweer. En we zijn in het huis van Billy. Oftewel Bill, volgens mij heet hij Bill. Niet Billy. We zijn bij Bill geëindigd. En dit is zijn huis. En hij heeft dus, zoals jullie zien, een soort van bar of kroeg omgetoverd tot huis. En we hebben een steekwapen upgrade. Laten we eventjes kijken wat het precies is. Oeh, cool. Logisch, lijkt me heel erg logisch. Is dat eigenlijk gewoon dat als je je mes slijpt, die scherper wordt en dat je dan meer damage geeft. En er ligt nog wat damage, of wat damage voor mij en dan nog wat kogels voor mijn jachtgeweer. Super handig, want we kunnen eigenlijk nu gewoon in zijn huis al zijn supplies meenemen. Dus dat is wel heel erg handig. En we hebben hier ook een kaart liggen. Volgens mij is dat Billy's kaart van dit hele dorp. En ik zeg weer Billy, terwijl hij gewoon Bill heet. Billy is ook een logischere naam. Logischere, is ook geen woord. Even kijken, dit is een kaart die hij heeft gemaakt van alle booby traps die hij heeft uitgezet. Kijk maar, een kaart van Bill's dorp. Een barricade, een trap, nog een trap, nog een trap. Dit is helemaal voor mijn traps, dus daar moeten we echt voor oppassen als we straks weggaan. Oké, dan hebben we dit allemaal doorzocht. Hier hebben we nog wat extra items en een nieuwe notitie. Een handgeschreven notitie. Ik moet de geïnfecteerde bij de hekken uitschakelen. Dit is nou de derde keer dat die eikels de hekken massaal omduwen. Ik moet de hekken veilig stellen. Ja, dat lijkt me ook erg handig, want anders is straks zelfs dit overgenomen door de geïnfecteerde. Nou, ik denk dat we nu gewoon kunnen gaan. We hebben alles opgepakt, dus we kunnen nu naar Bill toe en met hem meegaan. Found everything you need. We're good. Hey, Ellie, come on. Don't leave the door open. I got it. Het lijkt me ook vrij handig dat die deur dicht moet, anders is straks het hele huis vol. Stay with me. I can't believe you agreed to this bullshit, Bill. What you should have done was just left him back there. You weren't kidding about him. Yeah, he's one of a kind. Kijk, dit is wel handig. We hebben nu dit eventjes geüpgrade en daardoor genezen we sneller als we een verband ding gebruiken. Ook kunnen we de melee of de melee upgrade doen. Melee zeg ik altijd automatisch. Ik weet niet. Omdat het een Engels woord is, lijkt het op melee, maar je spreekt het als melee. We maken ook twee messen, oftewel scherpe voorwerpen. Die zijn heel handig tegen die klikkers, want die kan je ze gewoon in één keer uitschakelen. En we maken twee molotovs om eigenlijk gewoon wat sterker te zijn als we veel groepen tegenkomen. En dan gaan we met Bill mee. I'm gonna take a look around up here. Nothing in there that I need. Maar misschien wel iets wat ik wil. Een notitie over jagers. Laten we even kijken wat erin staat. Weer zo'n handgeschreven notitie. Ik zag een groepje jagers veel te dicht bij de stad komen. Gelukkig werden ze weggejaagd door een stel geïnfecteerden. Ik moet niet vergeten om meer waarschuwing te plaatsen. Dan weten ze dat ik het meen. Ai, Bill is echt een mafketel. Stel, er komen wel gewoon normale mensen, zoals wij ook. Zoals Joel en Ellie. Dan kunnen die ook gewoon getroffen worden door die traps. Want Bill is echt, die gaat helemaal los, joh, die psychopaat. Hij blijft maar over Tesla, hè? Simple drop-off. What do you deliver? Little brat. Fuck you too. Oh shit. Thanks, Michael, voor de leuke comment. House. More of an armory. Wait. We? You know how to fix Bill. Bill's echt een klootzak. What I need is on the outside of town. That side I don't ever go to because it's filled with infected. So we're gonna need some guns. Oké, helaas zijn hier geen items. We zijn eigenlijk gewoon voor Jan Lul dit kamertje ingegaan.
Zoals jullie zien, check ik heel veel. En jullie wel denken van, waarom doet hij dat steeds? Fucking irritant, je pakt toch alleen maar een paar materialen op. Maar de game heet ook niet voor niks The Last of Us. Er is gewoon bijna niets meer. En alles wat je dus kan vinden, en wat handig kan zijn, dat moet je gewoon meenemen. Want je kan alles gebruiken en je kan alles sterker maken. En het is gewoon super handig om alles te verzamelen. Dus kijk echt verder in je neus lang als je dit speelt. Oh shit. One side. Yeah, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, oh, what sure. The fuck? Busy. Kijk dit dan. Like oh. That. Might be trouble in paradise. Yeah, something like that. Oh man, what the fuck? Er lag hier dus gewoon een geïnfecteerde, die zat gewoon half vast daar. Die lag al helemaal te bloeden en die was gewond en dan komt Bill nog eventjes met een machete. Blam, kop eraf. En weer een open plek, die zijn nooit fijn. Godverdomme, check it like. Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine blocks look like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it. Oh, what the hell, hoor ik? Infected! Oh, shit. Lock and load. Ik kijk ook hoeveel. Oh, fuck. Miss. Bam! Oh, kop eraf. Die stalen pijpen zijn zo vet, hè? Veel sterker dan al die houten shit. En dit soort stukken, man, die zijn echt geniaal. Gewoon van die stilte opeens naar zoiets. Bill? Joel? This way. Up we go. En zoals jullie zien, doorzoek ik weer elk hoekje en gaatje van de map, want het moet gewoon. Ik moet dingen vinden. Niet alleen items, maar ook gewoon die reliquieën en verschillende schatten en allemaal andere collectibles die ik kan verzamelen. Ik wil gewoon alles gezien hebben, zeg maar. Tuurlijk zal ik dingen over het hoofd zien, want dat doe je gewoon als je live commentate, maar ja, je kan er ook niks aan doen. Dat zie je dan later in je video terug, dan check je je video en denk je, ah fuck, ik sta er gewoon bovenop en ik zie het niet eens. Oké, dit kunnen we niet upgraden helaas. Jammer. Niet genoeg items. You picked a hell of a place to hold up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. Normal people that scare me. You of all people should understand that. What does that mean? Nothing. Een beetje een raar tekstje ook weer van Bill. Je hoorde die Ellie er ook niet voor niets naar vragen. Van, wat de fuck, waar slaat dat op? Ja, die Bill zijn raar gehouden. Well, I locked it. They don't have a key. Oh, moet ik voor? Ze gaan ook al rustig achter me staan. Ik moet blijkbaar weer voor. So which way? We're here. It's in the cellar. En selecteren we eventjes die andere gun, want die heb een stuk meer kogels. Het zou zonde zijn om met een wapen te gaan vechten die echt het minste kogels heeft. En voordat we hier naar binnen gaan, check dit uitzicht, jongens. Het is echt vet. Schemerlicht. Oké, goed, we gaan naar binnen. Waarschijnlijk krijgen we een cutscene, dus ik ga mijn mond even halen. Right down here. Here we are. You don't touch anything. Can you close the door? Let's gear up. What? I need a gun. No, you don't. Joel,
I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. It's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, and the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's... Bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough, and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Nice. Zo te zien hebben we een nieuwe gun. Shotgun. Wat is die Bill een faggot, zeg. Ook hoe die doet gewoon, zijn gedrag. Let's get on with it. Gaat hij hier gewoon nadoen. Terwijl hij heus wel weet dat we gewoon een goed hart hebben en voor Ellie willen zorgen. Dus hij is echt een bitch. Maar goed, je weet het verleden tussen die twee ook niet, hè. Want hij heeft het steeds over Keith staan en... dat ze elkaar iets verschuldigd zijn. Nou, ik heb geen flauw idee waarover het gaat. En het is tot nu toe ook niet erg duidelijk. We hebben hier, zoals jullie zien, een houten plank op de grond. Maar als jullie rechtsonder in beeld krijgen, nu niet meer, kijken, dan zagen jullie dat ik een ijzeren pijp al bij me heb. Dus die is een stukje sterker dan een plankje. Dus we gaan lekker niet switchen. Ik denk dat we hier zo meteen heen moeten. Dus we gaan eerst nog eventjes door die loods, of door die soort van garage heen, om nog eventjes voor items te zoeken. Zoals je ziet is Ellie dat ook aan het doen. Terwijl ze weet dat ze dan niks mag komen, hè. Oké, hier hebben we zo'n upgrade tafel, maar dan gaan we eerst nog eventjes al die items oppakken, want zonder items zijn we nergens natuurlijk als je wil upgraden. Hier hebben we nog wat tape. Oh, hier hebben we ook nog wat. Nice. Het ligt hier echt helemaal vol met die dingen. Oké, en hij wil me iets laten zien, Bill, dus die staat daar klaar, maar voordat we daarheen gaan checken we eerst ook hier nog eventjes alle items. Gereedschapsniveau 1 bereikt. Ik ben benieuwd wat ze daar precies mee bedoelen en wat ik daarmee kan. Als je zelfs niveaus hebt in gereedschappen, dan ben ik benieuwd hoe ver dat gaat. Oké, laten we naar die tafel gaan eventjes kijken wat we kunnen upgraden. Here we go. Het zou best handig zijn als we de kracht van deze sniper kunnen upgraden. Zodat we gewoon altijd one shot, one kill hebben. De herlaadsnelheid van de shotgun is heel handig. We hebben hem net gekregen en ik weet zeker dat dat heel sloom gaat schieten. Dus dan doen we de snelheid eventjes van omhoog. En het bereik van de boog is ook super handig. Want ik weet nu dat hij echt ongelooflijk korte afstand was, zeg maar. En ik twijfel heel erg, maar ik doe toch maar deze, zodat ik in één keer twee wapens kan meenemen. Dus een hunting rifle en een shotgun tegelijk. Want normaal gesproken moet je dan switchen en moet je het zeg maar uit je rugzak halen. Maar nu kan je dat dan in één keer pakken omdat je een groter holster hebt op zak. En dat is best wel chill. Dus dat hebben we nu gedaan. Even kijken, er zijn nu helemaal geen items meer hier, dus we gaan meteen naar beeld om te kijken wat hij ons wilde laten zien. This is a nail bomb.
You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Yeah, I've seen your handiwork. Ik ben bekend met jouw geknutsel, ja. We hebben al een paar traps gezien, dat is niet normaal, man. Mafkees. Oké, een bom. Deze krachtige bom ontploffen als een vijand in de buurt komt. Druk op L1 om een mijn te gooien. Of plaats deze met R1 op een strategische plek. Je kunt bommen die niet zijn afgegaan altijd terugnemen. Nou, super chill. Besturing lijkt me vrij duidelijk. Werkt hetzelfde als andere dingen. Als stenen of flesjes gooien bijvoorbeeld. We got shotguns and bombs. The hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. Okay. You all need a car. Hey, what if it's damaged? Actually, my work. Oké, ook hoe die Bill doet, hè. Maar ja, Joel heeft een auto nodig, dus nu moeten we wel. Alsof hij niet wil dat we een rijdend voertuig krijgen. Nice place you got here. Well, if you got anything to confess, this would be the place to do it. Met ook weer zo'n steek onder water. Als je nu iets wil opbiechten, moet je het nu doen, hoor. Want nu zijn we in de kerk, dus ik weet echt niet wat het verleden tussen die twee is. Time to sack up. Time to go. Gaan we eerst nog eventjes dit kamertje in? That's not the confessional booth, that's my room. Alright, I'm not touching anything. Just... Oké, we raken niks aan. Pakken meteen een noot op. Weer zo'n handgeschreven briefje. Een groep sprinters heeft de bom in de zuidelijke kant van het dorp af laten gaan. Tijd voor een nieuwe ronde. Vergeet niet om de locaties van de bom op de kaart te zetten. Ja, logisch, anders staat hij straks nog in zijn eigen traps, die cirkel. En we pakken deze items natuurlijk ook, ook al is het zijn slaapkamer. Boeien, we zouden niks aanraken, maar we hadden gewoon alles. Oké, goed, laten we naar buiten gaan. Ellie, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Yes, we'll find out. Ik vind het nog steeds echt super vet dat als je zaklampje uitvalt na een bepaalde tijd, dat je gewoon je controle een beetje op en neer moet bewegen, dat je dan een soort van je zaklamp rommelt, zodat hij het weer eventjes doet. Het is echt cool gedaan. You don't need to be looking at. Gadverdamme, wat hebben we hier? I've seen worse. Alright then. Jezus, allemaal klikkers op een hoopje, verbrand. En check die gore hand. Oh, bah. En die Ellie ook. Ik heb wel goordere dingen gezien. Nou, dan wil ik niet weten wat zij in hemelsnaam heb gezien, man. Oké, Bill. Let's go. Jij staat er echt als een baas, dus dan gaan we dit doen. Past this gate, it's all new territory to me. I'm on it. En als jullie goed luisteren, ik hoor... Inderdaad, Ellie zegt het ook al. Ik hoor hele nare geluiden op de achtergrond. Oh, en dat is ook best logisch als hier gewoon een paar... geïnfecteerde staan. Klikker. Oh shit, deze is heel dichtbij. Daarachter hebben we er nog één en alleen deze twee dus. Hoppakee, met een mes. Oh fuck, neem die andere ons voort. Oh shit, oh shit, oh shit. Fuck. Nice, headshot. En zag het hoofd open spatten gaan. Oh fuck. Zo sick, hè? Hoe alles dat open spat gewoon, jezus. Oké, we herladen weer eventjes alles, want zoals jullie zien, het moet echt gewoon op een normale manier. Hoe jij het in het echte leven zou doen, zo moet het hier ook. Het is niet gewoon, oh, we doen eventjes sensitivity 10 rondrennen, YOLO. Zo is het gewoon totaal niet.
gewoon die damage, jongen. Dat vind ik echt vet. Het is niet gewoon, van, ik sla jou in elkaar. Nee, echt. Omdat hun hoofd helemaal broos is van die gore infectie, is het gewoon echt die impact. Dat voel je gewoon. Als je het ziet, dan voel je het ook. Zo vet is het gedaan, zeg maar. En er zijn hier nogal wat geïnfecteerden, jezus. Maar we hebben een bom. Laten we die bom dan eens even testen. Testen. Het kwam er ook leuk uit. Oké, één bom. En het enige wat we dan nog moeten doen is geluidseffect maken. Maar dan moet Ellie wel een beetje afstand nemen. Als er nu een flesje heen gooien, komt er een klikker op af en die loopt dan zo in die bom. Let op. Bam! Zo, die is kapot. Alleen, ik had eigenlijk deze twee er ook nog bij gehad. Het liefste, maar dat ging fout. Dus ik doe het nu wel eventjes met de shot. Bam! Bah, goor man, kop eraf. It's clear. Kijk, ze hebben geen items bij hun, want soms hebben ze wel eens items bij hun, hè. Hebben ze bijvoorbeeld ammo of zo, of ze hebben gewoon een of andere gast opgegeten en daarbij kogels opgegeten, dan kun je het ook nog oppakken. Of soms hebben ze het gewoon echt bij hun, dan hebben ze gewoon kogels bij hun gehad, maar zijn ze later geïnfecteerd geraakt. Dus dan kun je zelfs nog die geïnfecteerde looten en dan heb je gewoon nog kogels. Dus doe dat altijd en ren niet in één keer door. En dit zijn natuurlijk tips voor als je de game hebt, hè. Het is niet gewoon, oh, kijk de video, maar ik moet eventjes stilstaan mijn lijk. Nee, voor de mensen met de game. Ik zag hier in de verte alweer een paar geïnfecteerden staan, dus hoe gaan we dit aanpakken? Het is wel erg dichtbij voor een boog, dus dat doen we maar lekker niet. Oh, what the fuck? Gaat net over hem heen. Je moet echt heel goed richten met dit ding. Oh, loopt hij er weer langs? Nou, de laatste dan? Hé, de laatste was eindelijk impact. Maar ja, nou zijn mijn pijlen alweer op, want je hebt er zo weinig. Hoppakee. De ene stelt en de andere echt op een gruwelijke manier in elkaar geramd gewoon. Hold up. I got a key for that gate. Kijk, dit is ook altijd handig. Die super schaarse items waarmee je jezelf zeg maar sterker kan maken. Een soort van medicijnen. Runner. Al die geluiden, wat de hel. Oké, dit kunnen we heel erg tactisch aanpakken. Wat ik me nu bedenk is dat als we... kijk, we hebben al twee molotovs. Maak er nog even wat mesjes bij. Kijk, we kunnen precies een molotov tussen die twee gasten ingooien. Zodat ze allebei in de fik staan. Als dat werkt... Oh shit, dat is echt fucking nice. Het lukte ook nog. Zoals jullie zien had deze geïnfecteerde dus ook gewoon Magnum kogels bij hem. Nou, ik zeg Magnum kogels, maar dat is een wapennaam uit vooral de Call of Duty serie en ook uit best wel veel andere games waar de revolver in zit, heet die Magnum. Maar goed, het is gewoon een revolver, dat is wat ik ermee bedoelde. Maar die geïnfecteerde had gewoon 4 bullets bij hem voor een revolver, dus dat is best wel cool. Moet je echt op letten. En hier zag ik ook al meteen weer één staan. En die gast wordt helemaal gek, ook die geluiden weer zo maken. Wow, dit zijn er nogal wat jongens. Hier hebben we echt een soort tactiek voor nodig. Het probleem is alleen dat de klikker als enigste blind is. Die andere twee kunnen me gewoon zien. Dus we gaan heel stealth zijn, maar als ze me zien, wordt het gewoon meteen chaos. We gaan meteen schieten.
Oh jee. En de chaos begint. Oh fuck. Oh man, oh man, oh man. Die eindbeuken met die melee-wapens zijn echt sick, man. Ik snap Ellie aan de ene kant ook wel, maar ja, Joel wil gewoon zo goed mogelijk op haar passen. En als je een klein meisje een gun gaat geven, dat gaat natuurlijk ook gewoon veel te ver. Dus het is heel erg dubbel voor Joel. Het liefst geeft hij natuurlijk een gun, want dan kan ze zichzelf verdedigen. Maar tegelijkertijd is het echt super gevaarlijk natuurlijk. Hey, nice. Een Firefly dog tag. Peter Mrozik. Met zelfs een kogelgat in zijn dogtag. Misschien was het 50 Cent Firefly. Oh shit. Gaan jullie nou hier in de deuropening staan zodat ik jou anaal rape? Fijn. Veel bagage hier. Zoals jullie zien wilden echt al die mensen die hier waarschijnlijk nog niet geïnfecteerd waren zo snel mogelijk vluchten. Maar ja, je bent eigenlijk al te laat op het moment dat de infectie uitbreekt. Het is een heel naar idee om daarover na te denken. Stel, het gebeurt gewoon, jongens. En what the fuck, die detail op dat gebroken glas is echt ongelooflijk. Helaas kunnen we nog steeds het melee-wapen niet upgraden. We kunnen wel nog een extra molotov maken, is natuurlijk altijd chill. En die geluiden op de achtergrond van al die retards die hier rondlopen. Kijk, deze gast, die is gewoon nog in pak ook. En dan kwam hij serieus net van zijn werk. Huppakee, gebeten, geïnfecteerd. Maar nog niet zo lang zoals jullie zien. Hij is een sprinter, geloof ik. What the fuck is Bill aan het doen? Bill, jij mag hem ook gewoon killen, hoor. Oh shit, er zijn er weer twee heel dicht bij elkaar. Als we weer slim doen met die molotov, kan er misschien weer precies hetzelfde gebeuren als net. Oh, nice. Oké, echt heel nice hoe we dit hebben gedaan, maar wie weet wat er nog gaat komen, jongens. Zoveel te doorzoeken hier, we kunnen echt naar heel veel locaties. Kijk, deze gasten hebben geen items bij hen, zoals jullie zien. We hebben hier wel weer extra pijlen, dat is wel wat chill. En een boog, voor als je die nog niet had, dan kon je die hier oppakken. Zoals jullie zien hier. Even kijken.
kijken. Waar zou ik precies heen moeten? Als we op dit stuk staan, dan hebben we misschien een wat beter uitzicht over de hele locatie. Sowieso nog eventjes dit huis doorzoeken. Dus wie weet kan ik hier nog naar binnen of kan ik nog wat items pakken. Heb je hier een barbecue staan? Nice, er staat ook wat items bij. En wat ik hier nog wilde checken is hier om het hoekje kijken. Volgens mij is er niks. Nee, er is inderdaad niks. Maar wie weet was er een deur of zo. En dan had ik daar langs gekund of naar binnen gekund voor extra items. Maar er is niks. Dus het enige wat we nu moeten doen is zoeken naar een uitweg. Hier kunnen we niet verder, zoals jullie zien. Dus waar zullen we heen moeten? De deur kunnen we ook niet in. Kijk. Kijk, we moeten naar een andere tuinding of zo. Een soort van ander gebied. De overkant moesten we. We moesten niet door. We moesten gewoon naar de overkant, naar andere tuinen toe. Oké, allebei mijn buddies zijn er ook. Dus kunnen we verder. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Ja, oké. Maar doe wel voorzichtig. Precies zoals Joel zegt. Careful. Of course. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. There's more of those clicker things inside the house. Oh shit. They ain't seen us yet. Just stay down. Careful. Volgens Ellie zitten er meer klikkers in het huis. En we horen ze ook, maar waar? Oh, kijk, hier staan er gewoon al twee. Laten we dan weer de boog uittesten. Ouch. Gewoon recht in zijn schild op zijn hoofd. Want ze hebben gewoon schimmels op hun hoofd, hè, die sukkels. En nu een molotov. Oh, nice. Er staan er gewoon twee in de fik. Oh, die andere gast daarachter die zag ik ook al vlamvatten. En deze ook al. Oh, dat werkt nog best goed. Molotov cocktail expert. Nice. Weer over zijn schouder heen. Die impact is echt moeilijk, man, van die boog. Oh, die kwam wel aan. Nou, ik denk dat we als laatste gewoon weer zo'n klap op zijn kop moeten geven met die plank die we mee hebben, hoor. Geen extra items hier? Nee. Oké, dan gaan we eventjes korte metten maken met de klikker. En dan zijn we alweer aan het einde van deze part gekomen. Dus. Bam! Oh, precies hoe ik het wilde eindigen. How far is it, Bill? We're getting close now. We're gonna have to be quick about it. Go in, grab the battery, get the fuck out. I don't want to get trapped over there. Alright, I get it. Oké, dat gaat heel spannend worden zoals jullie horen. Thanks voor het kijken naar deze part. Dit was part 9 van The Last of Us. Vonden jullie de video dan leuk? En ja, waarderen jullie al mijn tijd die ik erin stop? Like de video dan eventjes. Vergeet niet te abonneren om deze serie te kunnen volgen en om mij te kunnen volgen. En check mijn Facebookpagina ook even om up-to-date te blijven. En dan spreken jullie in de eerstvolgende video die ik maak. Thanks voor het kijken en later.